De Braaicode. Ergens in het kamphuis was er een inbraak aan de gang. De kinderen van Census waren net op weg naar het kamphuis. Doe space, hier. Shit, ik ben die USB-stick vergeten. Dat zijn kinderen, ja. Volgens mij kunnen ze niet zo heel goed zien. Mooi, dan kunnen we niet die USB-stick stelen. Nee, die broedleerkrachten. Wist je nog? Ik heb een idee. Wacht tot vanavond. Dan pakken we hem en dan slapen ze. Na een tijdje waren de leerlingen allemaal klaar. We gaan een spelletje doen! Goed dinner! Ja, wat? Verstoppertje in het donker! Ja! Hé, jongens! Ik heb het gevonden! Wat heb je daar? Het lijkt wel een USB-stick. Het is een USB-stick. Kijk hè? Kom, snel naar de juf. Ja, goed idee. Kom, juf. De juf had een laptop bij zich. Alle kinderen waren nieuwsgierig wat er op de USB-stick stond. Mega apficreatrale crypt ABN. Is het ABN of een Z? ABN. De juf las een paar codes voor. Een kleine G. En dan nog hoofdletter G. 6, 8. Hoofdletter H. Een kleine letter. Ik snap er niks van. Snappen jullie wat van? Nee. Volgens mij is het de woorden. Juf, kunt u het niet in braille uitprinten? Dan kunnen wij er eens naar kijken. Oh, dat is zeker een goed idee. Oh, oh jee. Oh. Wat? Jongens, ik heb iets fout gedaan. Volgens mij heb ik nou alles gewist. Oh! Yeah. Ja. Shoot. Nou ja. Maar we hebben nog geen braaiblaadjes. Ja. Oh ja, dat alle is waar. Alle geheime bankcodes waren nu verdwenen en stonden alleen nog maar op een braaiplaatje. In de slaapzaal keken een paar kinderen nog naar de codes in braaien. Stil, jongens. We weten niet eens wat snap het is. Snap jij, Lieselot? Nee. Maar ook zij snapten het niet en de kinderen gingen maar slapen. Wel rusten. Al snel kwamen de boeven terug om de verloren USB-stick op te halen. Waar heb je de USB-stick verloren? Volgens mij slapen ze en volgens mij was dat daar ergens. Oké. Okay. Het ligt nu meer. Weet je wat? We nemen al hun kleren mee. De USB-stick lag er niet meer. En de boeven namen nu al de kleren mee, want misschien zat de stick in een van de zakken. Wat zijn dit voor gekke puntjes? Ja, laat maar, dit is de code niet op. Laten we maar zitten. Zakken! De boeven hadden de codes waarnaar ze zochten in hun hand, maar begrepen het braaien niet. Misschien nog wat kussen! Stop, je telefoon! Stil is, maar hoor ik iets. Maar... Voor mij hoor ik een ringtoon. Hallo? Mam, ik had je gezegd, ik kom niet eten. Ik had nog probleempjes. De politie was snel gekomen en net klaar met het ondervragen van de kinderen. Ik denk niet dat we iets mee kunnen, mevrouw. Oh, oké, jammer. Nou. Zo jongens, ik heb net het bericht gehoord van de rechercheur. En ze hebben boeven te pakken. En dan willen ze graag dat wij even naar het bureau komen om de boeven te identificeren. Zo, goed zo. En kijken jullie maar eens goed naar de 5 personen die voor jullie staan. Herkennen jullie iets? Ja. Maar even kijken hoor. Ik weet het echt niet. Niemand had iemand herkend. Maar toen ze net het gebouw wilden uitlopen, hoorde Kevin opeens iets. Stress! Ik word dezelfde ringtoon als een paar maanden geleden. Het eten! Hij is het! Hé, wacht eens even. Wat zeg je?
Hij zegt. Wat is er? Wat is er? Ik hoor geen ring niet op. Boef stond weer met zijn moeder te bellen en werd zo gepakt. En nu wist de juf ook opeens wie ze waren. Ja, dat is zeker een boef. Zo. Mag ik u dan beide arresteren? Juf, je had ze toch niet gezien? Nee, maar hij had wel mijn sjaal om.